Akkermolen, Moerse Boys, Haas een tweede thuis. Een voetbalclub, een vereniging, een familie. Man of vrouw, jong of oud, dik of dun, iedereen hoort erbij. Eén voor allen en alle voor één. Mijn club, jouw club, onze club. Al 75 jaar. In het kader van het jubileum spraken diverse leden over de trots van Klein Zundert. Zo ook Jos Goossens en Harry van Trijp. Op jonge leeftijd gekomen en nog altijd betrokken. Wie kan nu beter vertellen over de veranderingen bij onze club dan deze clubmannen van het eerste uur? Het grote verschil is ook de accommodatie. Ja, die is gewoon zo veranderd. Al vergeleken met vroeger, dat kunnen eigenlijk geen vergelijking worden. Nou hebben ze zeg maar ook een eigen home. Alles wordt er netjes voor geregeld gedaan. Maar vroeger, toen was dan het clublokaal, aangemaakt. Er waren thuis heel genoeg. De schitten, die werden nu gewassen. En die kwamen naar zo'n soort voetballer, die kwamen ziel aan aanvallen. De aanvoer om te spelen van een elftal. Dat is allemaal voorbij. Het is nou, vroeger was het echt amateuristisch. Ik vind het nu eigenlijk meer ook amateur, maar ook meer als op een professioneel gebied. Het is allemaal goed verzorgd. Alles is prima geregeld. Uitwaardig is, dat vind ik het groot, het hele grote verschil. Ja, dat is niet te vergelijken met nou, hè? Nee. Als jij een kantine. We moesten hier zijn gewassen, een teltje. Aan hier komen waren we altijd, maar dan waren we dik van veel beter kou op. Het verschil is zo verschrikkelijk groot, dat kunnen we gewoon niet vergelijken. Dat is voor mij gewoon de vriendschap, de kameraadschap, de eerlijkheid. Het is gewoon een echte club. Dat is in de 50, 60 jaar geleden nooit veranderd. Ja? En als je dat niet een beetje moeilijk wil doen, ja, dan werd hij als een jas getrokken. En dat is een mooie waarde. Dat hoort ook zo, ben ik. En dan we geen geld uitgeven om spullen en dan weet ik wat. En dan wel een paar naar clubs en dan denk ik, ja, hallo, ga je toch maar in Duitsland, ga je toch maar in file. Ja, dat is dus, maar dat telt bij ons gewoon niet mee. Hè. Sfeer, verantwoordelijkheid en. Ook de binding met de spelers eigenlijk. Ja. Iedereen kent iedereen. En dat vind ik wel. En dat vind ik ook dat is altijd wel geweest. De publieke belangstelling van hoe ze daar zijn. Dat vind ik wel. Als je daar die jongens nou tegenkomt, dan zeg je nee, en tegen niet dat ik dan kom niet tegen mij en ik geen bewijs tegen. Terwijl ik zat denk ik van uit de school hebben de training met de jeugd en zo. Want ik zei van. Lekker pannenkoek en dat kwam dan regelmatig veel. Ja. Ja. Het is voor mij eigenlijk altijd hoe ik zeg, een uitje om naar Moerse Boys te kunnen. Dat leeft altijd nog. Dat zit zo diep in mijn hart. Dat kun je niet missen. Ja, maar dan sommigen leggen wel 5, 10 euro in dat potje en dan een paar broodjes erbij. Ja, dat doet het veel. Ja, dat is gewoon een ideaal. Dat wil ik ook. En nou, als mijn moeder voetbal wordt, dan heb ik de voetbal gezien. Dan ga ik maar uit, zonder dat ik het gewoon niet meer vol kan houden. Ja, dan heb je eigenlijk maar een halve wedstrijd gezien. Hè. Maar we zien nergens de sfeer als bij Moerse Boys. Iedereen kent iedereen en dat is de gezelligheid eigenlijk. En ik denk toch wel dat. Uitgedragen wordt ook in de gemeenschap hier in Zundert, dat ze toch wel vinden dat Moerse Boys een echte vriendenclub is. Een hechte vriendenclub, zo kunnen we ook de familie Jochems wel noemen. Al decennia lang is de naam Jochems verweven met de club. Vindt in de historie van Moerse Boys maar eens een wedstrijdformulier zonder deze achternaam op. Ook nu nog krioelt het van de Jochems op Akkermolen. De een als voetballer, de ander in een organisatorische functie. Wij spraken met broers Wim, Joy, Arno en Kees over de veranderingen door de jaren heen, de overeenkomsten tussen toen en nu en hun gevoel bij Moerse Boys. In feite bestaat de structuur wel precies hetzelfde natuurlijk, want die ging naar de training, dat was een trainer, dat was een veld, dat was een kleperkal en dat is eigenlijk allemaal wel gebleven. De jeugd komt nu nog naar de training, wordt ook opgevangen en
dat het allemaal iets meer geswaaieerd is. Dat is wat anders denk ik. Maar in feite is de structuur, de familie is nog wel steeds hetzelfde in ons geworden, heb ik het idee, of niet? Dat is toch een commissie dat we tegenwoordig hebben. Ja. Vroeger wordt dat veel normaal platter natuurlijk. We hadden een bestuur, maar dat ook wel. Maar je hebt wel een paar honderd leden meer. Ja. Ja, dat. Ja, een paar honderd. Nou, en wij kwamen natuurlijk van Verstorven Westmanstraat en daar kwam Mondo voor de deur. Ja. En ja, dat was wel een verademing, ja. Daar lag er natuurlijk geweldig mooi bij. Dat was, denk ik, misschien wel de belangrijkste stap die Moesterboys ooit gemaakt heeft. Zijn ding, ja. Het vader zei altijd van Moesterboys had niet meer bestaan als de raamwerk niet de moer geholpen had. Want je had te weinig speelers de moer en toen is de raamwerk bij Moesterboys samengegaan. En toen hebben ze Moesterboys, toen ze Moesterboys geworden in plaats van NBC. Okay. Hij is vader had ook altijd bij Moesterboys gevoetbald, ja. Dus dat was gewoon vanzelfsprekend. Ja, dat bloed is er bij de verwekking gewoon ingebracht. Is not done. Nee. Er is af en toe wel eens onenigheid en ja, we kunnen elkaar toch niet missen. Dus, dat is denk ik typisch voor het voetbal. Nee, het is een beetje in de zonnige genen denk ik. Ja, ook naar Bloemkozen kijken, maar net wat we organiseren met een club of met een vereniging. We gaan met de neus dezelfde kant op. Ja, ik heb er ook in het begin dag en nacht gezeten, dus ja, die kantine en half en zo met een beer en zo, dan was ik mijn variatie zo half nacht voordat ik buiten rol. Dus. Je zat soms om 9 uur op de bar, met een beetje mazzel rollen om 8 uur zou de kantine uit. En dat was dan de zondag. En ja, dat was gewoon. Dat is ook wel meer. Automatisme was het. Ja, ik zie Moesterboys als eigenlijk mijn grootste hobby. Ik heb er nog een hele leuke, maar. Ja, ik moet daar minimaal zondags naartoe en dat nou uit of thuis is, liefst ga ik op zaterdag ook nog kijken. Maar. Ja, voor mij geldt dat precies hetzelfde. Ik kan het eigenlijk gewoon niet missen, dat is heel simpel. Als het eind mei is en de competitie is voorbij, dan ga ik in juni al eens een keertje kijken hoe de velden erbij liggen. En dan wil ik in juli eigenlijk alweer terug voetbal gaan kijken naar tegenwoordig. En kan voor mij nog niet snel niet beginnen. En dan kunnen we lekker een potje van kaarten, lekker een beetje biljarten. Waar daar hoeven over dat voetballen. En kijken wie dat er weer in de selectie komt. Wat dat nou wat versterkingen zijn. Wat er van de jeugd overkomt. Wat er leeft in de club. Ik kan dat gewoon eigenlijk ja, helemaal niet missen. Ja, plus dat toch wel alle elftallen een beetje gewaardeerd worden. Nou, vroeger was het nog wel eens alleen het vlaggenschip natuurlijk. Heb gelezen, wel de namen, stukje 105. Ja, dat is prachtig. Ja. En dat was vroeger bij ons ook toen we net met het tweede elftal opkwamen. Toen hebben we ook reserve hoofdklas gespeeld. Eerst weer nooit naar het tweede gekeken en toen weer het wel gewaardeerd. En dat vind ik ook wel mooi. Ja. Hoi, als ik dan wil, ik denk dat de vereniging moest worden voor heel veel mensen in Zunert, of klein Zunert, een baken is van gezelligheid. Samenkomen lekker. Ja. Ja, dat gewoon het leukste is. Ik heb het ook heel erg gemist, moet ik eerlijk zeggen. En ik denk dat dat Wim volgens mij ook. Dan ging wel zo'n kinderen kijken en dan zie je al jouw medespelers op het terras zitten. En dan ben je gewoon of dat je erbij hoort. Of dat je nou 1 jaar niet komt, 2 jaar niet, 5 jaar niet. Dat is niet belangrijk. Gewoon met je familie en je gaat er nooit meer uit. Moesterboys groeit en groeit. Maar de saamhorigheid blijft. In 1945 telt de club ruim 70 leden. Vandaag de dag zijn dat er ruim 750. Een belangrijke pijler voor de groei van de club is de bloei van de meisjes- en vrouwenafdeling. Eind jaren 70 is Ineke van Overveld een van de oprichters van het eerste damesteam. Op dit moment voetballen meer dan 100 meisjes en vrouwen bij onze club. Dat het vrouwenvoetbal bij Moesterboys 35 jaar later zo zou leven, had ze nooit durven dromen. Wij spraken met Ineke en bestuurslid Marijn Marijnissen over het verleden en het heden van het vrouwenvoetbal bij Moesterboys. Het vrouwenvoetbal bij Moesterboys is ontstaan eind jaren 70, 77, 78. Toen zijn we met twee mensen naar het bestuur gegaan om te vragen of we onder de naam Moesterboys met de naam zelf dan mochten beginnen. Maar dat werd niet erg heel enthousiast ontvangen, want daar waren ze niet echt voorstanders van. Maar goed, als we zelf overal voor zorgen, de grensrechter zelf wedstrijden regelen, dan was het oké, dan mochten we er aan beginnen. Het eerste jaar hebben we alleen maar vriendschappelijk gespeeld, met name tegen dames uit het zogenaamde cafévoetbal, wildvoetbal. En wij waren KNVB, officieel mocht dat eigenlijk niet, maar goed, we zijn er ook zo wel begonnen. En toen zijn we na een jaar de KNVB ingegaan met
En de competitie met onder de naam Moerse Girls. Want we hebben de eerste aantal jaren onder de naam Moerse Girls gespeeld. Nou, de meeste mannen, ook wel denk ik 90%, vonden vrouwenvoetbal helemaal niks. Dat kon eigenlijk maar niet. En dat was langzaam en dat was van alles en nog wat. Leuk om te kijken en om te lachen, maar ze vonden niet echt sport voor de dames in ieder geval. Dus het was ook heel moeilijk om trainer, leider, grensrechter, om die bij elkaar te zoeken. Ja, goed, in het begin kregen we eigenlijk van het wildvoetbal heel weinig mensen. Maar nou, toen wij echt KNVB gingen voetballen, alles goed geregeld was. Hè, we konden natuurlijk douchen, we konden van alles, want toen zaten we ondertussen op Akkermolen. Het eerste gesprek was hier bij de hoek met ons staan. Maar daarna zijn we naar de Akkermolen gegaan. Ja, en dat zagen ze natuurlijk bij het cafévoetbal ook wel zitten, want ja, die konden niet douchen. En die moesten zo in de auto's met de vuilkleren weer terug. En ja, toen zijn er toch een aantal overgestapt van het wildvoetbal naar het damesvoetbal van de KNVB. Het wordt ook gedragen binnen de hoeren. Het is echt een afdeling die, ja, echt een afdeling die staat binnen de hoer. Het wordt gewaardeerd. Er zijn zelfs dit jaar dames terugkomen voetballen omdat ze het echt gemist hebben. We hebben zelfs dames die nu in de damesafdeling pas beginnen, die toen ze begonnen nog niet wisten hoe een bal eruit zag, bij wijze van spreken. Maar die zijn puur gekomen voor de derde helft, omdat het zo leuk is, omdat het zo gezellig is. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is van het damesvoetbal bij de Moerse Boys. Van het is leuk, het is gezellig, we zijn samen één. En nogmaals, het wordt gedragen door de vereniging. Heel belangrijk. Ja, wij moesten toen echt alles zelf regelen. En nou ja, wordt er gewoon heel veel geregeld. Het is ook veel meer geaccepteerd. Wat ik vind ook de kracht van Moerse Boys is, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Blijf bij jezelf. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Het is een credo dat de club typeert. Toch zijn er ook gebeurtenissen geweest in de clubhistorie die niet zo normaal te noemen zijn. Dan hebben we het niet alleen over de legendarische feestjes en alle memorabele kantineavonden, maar ook op het veld gebeuren soms dingen die je niet echt aan ziet komen. Wat te denken van de wedstrijd Moerse Boys Vlaamse Boys. Op 1 juni 2009 promoveert het vlaggenschip van Moerse Boys naar de tweede klasse na een wedstrijd die nooit meer vergeten zal worden. Voor mij het meest is bijgebleven de ontlading uiteindelijk. Gewoon, ik bedoel, we zaten natuurlijk al heel lang er tegenaan te hikken met deze ploeg en het was, we werden al een beetje spottend de net niet generatie genoemd en dat zal ik wel blijven. Maar toen viel het dus eigenlijk net wel de goede kant op en dat heeft mij wel veel goed gedaan. Ja, dat was wel erg prettig. De wedstrijd Moerse Boys, Vlaamse Boys, die wordt door geen enkele andere wedstrijd overtroffen. En dat zal nooit meer gebeuren ook. Nee, dit was het 8e wereldwonder en daar gaan we geen 9e meer aan toevoegen. De supporters die zich eigenlijk weer mee roeren, want ja, het is toch twee bussen, dat was toen een tijd ook het begin. Dus dan is dat voor jezelf ook ontzettend veel. Dus dat je sterkt in je verhaal. En ik mag dan ook een strafschop maken en nemen. En ik weet ook dat ik van de vogel net uitgeleid, maar dat hij toch ingaat. En aan de rand schiet die man de laatste tegenop aan. Dus dat ja, zijn allemaal leuke dingen. Die dan, het zijn dan kleine dingetjes die dan een keer aangeschakeld zijn. En wat echt het allermeeste is bijgebleven, en daar heb ik het tot de dag van vandaag ook nog heel vaak over, de wondergoal van René Vanees. Ik geloof niet dat Zlatan ooit nog zo'n goal heeft gemaakt. En op mijn voorspraak zou er een standbeeld mogen komen op Jan Koekenplein. Van René Vanees. Toen de bus eindelijk terug was, hebben we al feestend al wel daar de kantine verlieten. Stond alle personeel van Dongen mooi in een erehagen. En toen zijn we onder applaus de bus ingestapt. Dat was eigenlijk prachtig. Die hadden ons zo de hele wedstrijd staan te bewonderen. En ja, de gunfactor was duidelijk voor de moeder die dag. Ja, Moerse Boys betekent voor mij vriendschap. Ik denk vriendenteam, of mijn vriendengroep, Rudo hoort er ook bij, toch? Dacht ik. Dus die is eigenlijk hier ontstaan bij Moerse Boys. Dus vooral vriendschap. Aan de andere kant betekent Moerse Boys voor mij ook gewoon plezier. Voetballen, of het nou op een training is of tijdens een wedstrijd, dat vind ik erg, erg leuk. En je merkt, ja, en ontspanning. Gewoon, het is gewoon, als ik bij wijze van spreken de hele dag gewerkt heb en je stapt het trainingsveld op en je begint aan dat rondootje, dan ben je eigenlijk meteen, weet je, ben alleen maar met rondootje bezig en ik ben alles vergeten van die dag.
En ja, dat de ontspanning, ja, die haal ik natuurlijk ook hier in de kantine, af en toe met Pilsken met je buurten, maar... Woeste Boys. Ja? Kom ik toch weer terug op het feit dat niet alleen het eerste belangrijk is, hoewel we het natuurlijk leuk vinden dat het vlaggenschip het goed doet, maar dat ook de jongens van het derde of het zevende of de dames drie, iedereen is even belangrijk. Als ik na de wedstrijd van het eerste vanaf mijn vaste plek bij de bar naar de wc moet, dat is denk ik 10 meter en dan kunnen ze zo met 3 kwartier over doen. Dat zegt eigenlijk genoeg. Kijk, de bereidwilligheid die met z'n allen als leden gewoon hebt als er iets moet gebeuren. Dat vind ik gewoon knap. Een voorbeeldje waar ik me gewoon bij staat, is met het maken van nieuwe kleedkamers. Als er gewoon 70 man op de been wordt gebracht om met kruiwagens rond te rijden om wat zand in de putten te gooien. Ja, dan is het toch wel gebondenheid aan elkaar. Dat is een beetje een deel van je leven. Ja, het is een beetje het vertrouwde en de mensen die je kent en waar je dan graag bij bent. En dat, ja, dat is allemaal een beetje het vanzelfsprekend dat je daar ook je deel in hebt, zeg maar. Omdat je gewoon daarin happy bent en dat het een deel van je leven is. Dus ja, vriendschap, ja, vertrouwd, familie wordt wel eens genoemd. Maar enigszins is het ook, hè. Je komt elkaar tegen en dan is het maar na een jaar. Ja, dat is hetzelfde met goede vrienden. Dan is het ook weer... appeltje eitje, dus dat is het lekkere van. Je bent gewoon thuis, hè. Thuiskomen, dat doen we allemaal bij Woeste Boys. Niet alleen Harry en Jos, gebroeders Jochems, Ineke en Marij, Niek, Rudo of Peter. Nee, dat geldt voor iedereen. Voor al die honderden leden, supporters, sponsoren en iedereen die de club een warm hart toedraagt. Duizenden herinneringen aan mooie momenten, duizenden dromen voor een mooie toekomst. Het is haast onmogelijk dit alles in 3 woorden te omschrijven. Ik zou beginnen een echte sociale vereniging. Sfeervol. En een hele grote binding als vrienden onder elkaar. Zo vol blijven nou? Ja. Sociaal, bourgondisch en natuurlijk vrouwvriendelijk. Ja. Verbondenheid zou ik zeggen, vriendschap en voetbal. Doe maar de 3 V's dus. Ja, ik hou dat toch met iemand over. Warm en vriendschap, ja, gezellig. Ja, paken, familie, gezelligheid, ja. Hoe ga je? Steeds weer terug willen keren en warm bad. Dat zijn 4 woorden, ik kan het niet missen. 75 jaar Woeste Boys. 75 jaar dromen en herinneringen. 75 jaar de mooiste club ter wereld.